Ja, ik weet dat nooit. Ik weet wat ik heb nooit echt zo'n hele erge mening. Ik vind het een kwade babbel, die Joop van den Ende. Maar ik vind het op zich. Ik geloof die man nooit. Terwijl iedereen die met hem gewerkt heeft, die zegt altijd: het is zo'n amabele man en hij meent echt wat hij. Maar als hij het ook nog meent wat hij zegt, dan is het helemaal erg, want ik geloof hem al nooit. Dus ik vind het altijd heel erg wat hij zegt. Alle dingen die hij doet en zo aardig naar die mensen toe. En mensen zijn altijd zenuwachtig als Joop in de zaal zit en dat soort dingen. En ja, Joop is echt iemand die zijn eigen publiek nog opwarmt, weet je wel, van shows. Nou, ik geloof daar echt geen ene reet van. Ik vind het echt verschrikkelijk om. Ik heb trouwens een keer, dat was ook wel, ik werkte een keer bij Endemol. En toen kreeg ik een paasei, want de paas komt er nu weer aan. Toen stond er ineens een paasei op mijn bureau. En daar stond op van Joop en Ria en John en. Ik weet de naam van de vrienden. Nou goed, ik wist niet wie het waren. Maar toen bleken dus Joop en zijn vrouw en John en zijn vrouw bleken al het personeel een paasei cadeau te geven. Nou, dat vond ik echt zo verschrikkelijk. Dat ik een heel erg gewoon paasei met allemaal dingen erin. Het was een heel lekker paasei trouwens. Maar ik kon niet bedenken van wie ik dat paasei gekregen had. Maar dat was dus van Joop en zijn vrouw en John en zijn vrouw. En dan ging het in het panel ook over de belspellen. Ja, die je zeer. Daar heb ik echt een ontzettende pestpokkenhekel aan. Waarom heb je een hekel aan? Nou, het stomme is dat. Altijd als je een programma zit te kijken, dan komt zo'n belspel. Kijk, als je 's middags, je hebt veel tijd. Ik bedoel, ik werk voor dit programma, dus ik heb op zich heel veel tijd om 's middags tv te kijken. En dan kijk ik en dan komt er weer zo'n vrouw in beeld met zo'n spelletje. En dan. Ik irriteer me gewoon echt aan die vrouw. Niet eens dat het spelletje dom is of. Dat weet, maar gewoon die stem elke keer. En die vrouwen die alleen maar gillen en doen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ja. Maar ik bel wel heel vaak. Ja, dus dat is dan wel weer. Want ik weet ook altijd het antwoord. Maar dat is dan weer niet zo heel bijzonder. Maar ik weet wel altijd het antwoord. En dan denk ik ook altijd van, ja, maar nu zou ik er toch wel doorheen komen. Maar ja, goed, nu is het blijkt dat het allemaal niet waar te zijn. Dus ik voel me een sodomiet het ook. Is jou nog deze week iets opgevallen in de media? Nou, fascinerend is natuurlijk wat er nou precies gaat gebeuren met Tien en RTL. Dat is dan allemaal nog in het midden. Ik vind het ook wel raar. Of raar, niet raar op zich, maar dat er nog niet echt een uitsluitsel over is. En die steekpartij natuurlijk in het Zatkin, Rotterdam. Dat zijn allemaal wel dingen die me opvallen, maar ik heb nog niet echt humor. Ja, Dolly Parton. Dolly Parton die blijkt de hele show geplayback te hebben. Terwijl ik denk, nou niet de hele show, maar stukken van de show geplayback te hebben. Wat ik heel grappig vind, want volgens mij doet Madonna dat al heel lang. En Michael Jackson ook al heel lang. Maar nu is dat ineens, zijn mensen in verweer gekomen. En fans willen nu hun geld terug van hun kaartje. Terwijl ze wel een leuk concert hebben gezien. Nou ja, waar zie je dat door? Oké, en nu ben je druk bezig met de voorbereidingen voor het cabaret van aanstaande zaterdag. Ja. Klopt. Ik weet niet of het mag, maar kan je al een tipje van de sluier opleggen? Nee, dat kan ik nog niet. Maar misschien heb ik dat wel al gedaan. God weet. Ja.